NRC leest vijf bijlen van A.L. Snijders, een verzameling van 335 ZKV's, zeer korte verhalen. Het is al de derde bundel die Snijders met ZKV's heeft gepubliceerd, maar toch zullen er nog wel mensen zijn die hem niet kennen. Wie is Snijders? Snijders is een oudere man, een schrijver, niet een late debutant zoals je zou verwachten, maar iemand die al een tijdje bezig is, maar eigenlijk pas de laatste jaren echt omhoog komt. En hij woont als een kluizenaar in het oosten des lands en daar communiceert hij per e-mail. Elke dag schrijft hij één e-mailtje naar al zijn vrienden en kennissen en daarin zit één kort verhaal, een ZKV van A.L. Snijders. Handpalmverhalen zou je ze kunnen noemen en één daarvan is deze. Mijn opvattingen over schrijven zijn eenvoudig. Zorg dat je laconiek bent. Het schrijven is niet heel bijzonder. Ga zitten en schrijf op waar je zin in hebt. Kijk niet om. Verbeter niets. Denk niet aan lezers. Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. Dat was ook de titel van de eerste bundel met ZKV's van A.L. Snijders. Maar ondertussen is het natuurlijk zo dat ieder van zijn korte verhalen een feest is om te lezen. Hij denkt wel aan de lezers, ook al zegt hij dat hij dat niet doet. Hij maakt verhaaltjes over de kleinste dingen, over jeugdherinneringen, over ontmoetingen die hij heeft, over de kolenboer die bij hem op bezoek komt, bij wijze van spreken. En van alles weet hij iets moois te maken. Hij werkt met associaties, met citaten uit verschillende wereldliteraturen waar hij zeer goed in zit. En dat alles vormt één groot Gesamtkunstwerk. Alles komt erin. Als hij op een dag in De Wereld Draait Door optreedt, wat in deze bundel staat, dan zie je dat onmiddellijk terug in de e-mail die hij de volgende dag verzendt en die dus dan ook weer een ZKV wordt. En als hij een boek leest en daar een hele mooie passage in aantreft, dan zal hij die helemaal citeren, van begin tot eind. En dat betekent dat je een boek krijgt met een heleboel fragmenten van een boek erin. En dat is voor literatuurliefhebbers ook heerlijk. Snijders ziet het komische in het alledaagse, in het menselijk gewemel, zoals hij dat af en toe noemt. Maar dat is natuurlijk niet het enige waarom je hem leest. Het gaat om hoe hij het formuleert. Het gaat om de stijl. En daar wil ik een paar kleine voorbeeldjes van geven. Er bestaan veel opvattingen over het leven. De mijne is eenvoudig. Het bestaat uit herinneringen. En als hij het heeft over associaties. Het verhaal in mijn hoofd krijgt de gedaante van een horizontale sneeuwstorm. Ik knijp mijn ogen dicht. Persoonlijk ben ik van mening dat er alleen maar toeval bestaat. Maar ik kan niet ontkennen dat dat net zo gemakzuchtig is als in God geloven. En schrijven is niet een stijl, schrijven is een atmosfeer. Dit zijn echte Snijderszinnen, of zoals hij zelf zegt, zinnen zonder kleefstof, met laconieke overgangen en zo kort en krachtig mogelijk. Helemaal in de stijl van de klassieke schrijvers die door Snijders worden bewonderd. Zoals John Cheever en de Romeinse historicus Tacitus. Maar het zijn korte zinnen. En natuurlijk gaat het om de hele verhaaltjes. Ik wou er één voorlezen. Schrijver. Een jongen die erg goed kan schrijven, hij heeft eigenaardigheden, stuurt op zijn 23e een verhaal naar een tijdschrift. De redactie reageert. Het is niks. De jongen houdt op met schrijven. Als hij was doorgegaan, was hij een belangrijk schrijver geworden. Dat ligt opgesloten in zijn levenslot. Hij negeert zijn lot. Hij schrijft niet meer. Hij is niet ongelukkig geweest. Hij heeft een goed leven gehad. Hij heeft alleen zijn lot genegeerd. Wat je trouwens niet kan zien als hij in de Leidse straat loopt. Hij is vorige week gestorven. 73 jaar oud. Kinderen, vrienden bij het graf. Toch een verborgen anonimiteit. Snijders klaagt er wel over, en hij doet dat ook in zijn bundels, dat hij er niet in slaagt om een roman te schrijven. Maar waarom zou je dikke boeken schrijven als je het in een ZKV ook af kunt?